Dinant Woerting, jullie winnen met 4-2 de Flevolandse streekderby tegen SV Lelystad. Maar het ging niet vanzelf, hè? Nee, ik zeg dat wel. Nee, eerst zelf. Ik vond eigenlijk over de hele eerste helft spelen prima voetbal, vind ik. Vanuit achteruit hun zakken natuurlijk is in. Kun je wel een beetje voorspellen van tevoren. Weet je natuurlijk nooit zeker. Maar wat ik al zei, ze zakken een beetje in. Nou, dan probeer je toch er doorheen te voetballen. Is eigenlijk vrijwel redelijk vaak gelukt. Nou, en dan tot ongeveer het midden-einde van de eerste helft. Nou ja, valt dan zo'n bal een beetje uit het niets, valt er dan opeens in. Ja, en dan ga je toch elkaar aankijken van, hè, wordt het zo'n wedstrijd? Dat je dan zelf, want van tevoren hadden we best veel kansen, vond ik. Best wel goed uitgespeeld, gaat dan net mis. Ja, dan ga je bij jezelf denken, wordt het zo'n dag, gaat het net niet vallen. Nou ja, dat was eigenlijk de hele eerste helft. We spelen prima voetbal, hun zakken wat in. Uit het niets een goal en dan, ja, veel vragen zijn er dan. En dan sta je met 1-0 achter bij de rust. En dan na de pauze krijg je kort na de pauze meteen nog de 0-2 ook nog om je oren. Wat denk je op zo'n moment? Nou, oké, ja, dat is precies hetzelfde. Dat was, dan ga je nog meer denken van, hey, gaan we nou uit onze handen laten glippen, zeg maar. Gaan we het weggeven? Nou ja, toen de aansluiting daarna vond ik wel goed. We bleven gewoon hetzelfde doen. Je hebt dan ook vaak dat je dan toch in het spel meegaat van tegenstander. Dat je dan ook iets behoudender gaat doen. Maar dat hebben we niet gedaan. We hebben prima ons eigen spel blijven doen. Nou, en dat werpt dus een vrucht af. Dat heeft iedereen als goed is gezien. Dus ja, helemaal top. En daar had jij een belangrijk aandeel in, want je scoort, laten we het eerst over de 3-2 hebben. Was die van jou of was die van Yannick Leichterberg? Nou ja, dat was dus leuk. Ik hoorde op de speaker na die tijd van Dinant Woerting. Zo van, ja, die scoorde. Maar wij dachten allemaal dat Yannick had gescoord. Wat ook, dat dacht gewoon iedereen. Nou ja, het was prima aanval weer. Dus gewoon goed tussendoor gevoetbald. Nou, Yannick wipte hem over. En ik dacht van, ja, ik tik hem dan voor de zekerheid nog aan. Nou, en blijkbaar was het mijn goal. Nou ja, natuurlijk één goed al goed natuurlijk. Echt helemaal prima. Nee, ja, dat... En om het even te bevestigen dat je invalbeurt uitstekend was. De vierde treffer was echt een beauty, hè? Ja, die zat er lekker in. Ja, dat is zo'n bal die als je dan valt, als je hem lekker raakt, dan gaat hij 9 van de 10 keer, dan vliegt hij gewoon het stadion uit. Maar die ene keer raakte hij hem goed. En ja, dat was deze keer dus heel blij natuurlijk. Ja, dat was een beetje geluk. Die bal uit de corner, ja, die valt dan een beetje. Een beetje daar rond de 11 meter, laat ik zeggen, in de 16. Ja, dan is het gewoon niet nadenken schieten. En dan, ja, hij vloog mooi in. Dus helemaal blij, ja. Lekker om die vierde te maken en ook omdat je dan zeker weet dat de winst binnen is. Ja, zeker. Ja, kijk, dan op dat moment was het rond tussen 80 en 90 minuten ongeveer. Ja, dan weet je ook gewoon. We hebben constant ons eigen spel gespeeld, gewoon gedomineerd. Ja, en dan vind ik ook, wie weet voetbal, verniet voor mij altijd overwinning. Ja, dat hebben wij zeker gedaan, vond ik. Ja.